Oké, nou, ik moest toen ik hier net kwam even denken aan hoe ik 4 jaar geleden voor een vrij lastige keuze stond. Ik heb hiervoor MBO Sales gedaan en dat heb ik op dat moment afgerond. En toen was het eigenlijk een beetje de vraag, ja, ga ik doorstuderen of niet? Nou, toen besloot ik, weet je, ik kan het altijd proberen. Ga fysiotherapie studeren, vind ik superleuk. En ik zie wel waar ik kom, hoe ver ik kom. En nou ja, misschien haal ik het niet het eerste jaar. Dat zou dan heel jammer zijn, maar dat is dan zo. Nou, dat ging eigenlijk heel goed. Na mijn eerste jaar had ik 55 punten. 1 toetsje niet, maar goed, heb ik in het tweede jaar lekker gehaald. En nou ja, toen kwam ik het tweede jaar in. En toen sprak een van mijn docenten mij aan. Joh, heb je al eens gehoord van die topklas? Ja, was wel gehoord, maar ik had eigenlijk al besloten dat ik dat niet wou doen. Want ik dacht, ja, om 6 gehaald het eerste blok. En ik denk, nou, is dat wel eigenlijk wel voor mij? En is het niet veel te zwaar? Nou, en toen had ik eigenlijk zoiets van, ja, na het gesprek met hem, zei van, ja, je moet het gewoon proberen, je ziet wel hoe ver je komt. Nou, eigenlijk een beetje hetzelfde als hoe ik de opleiding in ben gegaan. En dus ben ik inderdaad gestart aan de topklas. Superleuk. Uiteraard allemaal begonnen met de uitdaging, vervolgens op kamp. Heel erg gezellig, heel veel leuke mensen ontmoet en echt, ja, heel erg leuk. We begonnen met natuurlijk de cursus persoonlijk leiderschap. Die heb ik gedaan in het Engels. Ook dat was weer een twijfel, ga ik dat doen of niet? Wel voor gekozen uiteindelijk. En dat was denk ik ook heel leuk. Dat was gewoon een super leuke groep, het was gezellig. En ja, heel veel van geleerd. Wat je ziet is hier de 7 eigenschappen van effectief leiderschap volgens Covey. Degenen die de leiderschapscursus gedaan hebben, die zullen hem allemaal kennen. Nou, wat voor mij de belangrijkste is, dat is denk ik wel deze. Proactief zijn. Wat ik misschien in het begin eigenlijk helemaal niet was. Waar ik nu steeds meer actie durf te ondernemen. En ja, initiatief durf te nemen. En veel positiever denken over dingen. Ook al is het niet altijd positief. En daarnaast vind ik deze ook heel belangrijk. Put first things first. Waarom? Omdat ik altijd heel druk ben, wat waarschijnlijk de meeste van onze topklassers zijn. Dat zullen jullie wel herkennen. Maar voor mij was het heel belangrijk om te leren om goede prioriteiten te stellen. En nou, dat is me denk ik aardig gelukt naast mijn hele topklasprogramma. Nou, dat was het tweede jaar. In het tweede jaar kwam er tevens een mailtje uit van Brigitte. Over een leuke onderzoek wat liep op dat moment in het UMC. Dat ging over de pre-docs trial. Dat was een onderzoek vanuit verpleegkunde. En die onderzochten pre-operatieve interventies. En dat ging met name erop dat we oprichten zodat complicaties na een open hartoperatie werden voorkomen. Nou, hoe hebben we dat gedaan? We hebben eerst een literatuuronderzoek gedaan. In dat literatuuronderzoek zijn we op zoek gegaan naar die complicaties, hoe vaak komt het voor en een beetje achtergrondinformatie hadden. En vervolgens zijn we daarna in september, toen begon ik ook met mijn derde jaar van de opleiding, zijn we begonnen met echt daadwerkelijk het praktijkonderzoek in het UMC. Wat hield dat in? We moesten data verzamelen, moesten omzetten in de datamanager en vervolgens naar patiënten toe, een aantal aanvullende vragen stellen en zo die data verzamelen als het ware. Wat heb ik daarvan nou het meeste geleerd? Dat is denk ik toch wel dat ik in het begin wel een beetje huiverig was om patiënten af te stappen. Want je kwam een afdeling op, je kende relatief weinig mensen en het was nou, hoi, dit ben ik, ik werk mee aan het onderzoek en ik kom nu even wat vragen stellen. Maar ja, eigenlijk was alles iets van oké. Dus nou ja, om daar inderdaad terug te komen op het proactieve, te zeggen nou, ik ben wie ik ben en ik kom gewoon even het onderzoek doen, zeg maar. En nou ja, dat vond ik in het begin heel moeilijk, maar daar heb ik me wel zeker in ontwikkeld. Vervolgens zaten we te kijken hoe konden we sterren verdienen voor dit project. We vonden het een heel leuk project, maar eigenlijk wouden we nog iets meer. Ik heb samen met Tessa in 2015 een summerschool gedaan over samenwerking bij mijn broerte. En toen hadden ze iets van, nou, dit is wel leuk, maar we hadden ook gezien dat die in het buitenland waren, die summerschools. Dus wat hebben we gedaan? We hebben een onderwerp gekozen dat aansloot op dat onderzoek. En vervolgens zijn we dus naar Pisa gegaan, in Italië. Daar hadden we die summerschool van 2 weken. En daarin kregen we de mogelijkheid om ons onderzoek te presenteren. Dus wat hebben we gedaan? We hebben een hele presentatie gegeven in het Engels. Dat was nogal een drempeltje in het begin. We vertelden over hoe dat onderzoek in elkaar zit. En dat was heel erg leuk, want de mensen die daar zaten, dat waren met name geneeskundestudenten. Wij zaten er als enige fysio's tussen. Maar wij konden wel heel mooi onze paramedische blik op de zorg
laten zien daarin. Dus dat was echt zeker een uitdaging. En nou ja, zeker omdat ik dat Engels praten in het begin toch wel spannend vond, heb ik me daar ook wel in ontwikkeld. Dus dat is leuk. Dus dat is vandaag nog aan te denken dat ik op dit moment gewoon patiënten in het Engels behandel. Zonder moeite, vandaag was ik goed. Dus ik heb eigenlijk daar een beetje overheen kunnen zetten, zeg maar. Dus dat is ja, heel erg leuk. Vervolgens zat ik dus in mijn derde jaar. Nou, UMC-onderzoek was ongeveer een beetje afgerond. Ben ik tot aan februari ongeveer heb ik dat gedaan. En toen ging ik mijn medejaarstage in, een drukke periode. En ik had eigenlijk zoiets van, ja, topklas, heel leuk. Maar ik zet het eventjes opzij, want het is zo druk. En ik ga me gewoon focussen op mijn stage. Dat was een intensieve stage. Maar toen kwam Femke met een heel leuk project in Portugal. Het was een soort van bijeenkomst voor jonge fysiotherapeuten. En toen zijn we met een aantal mensen naar Portugal gegaan. Daar gaven ze verschillende workshops, kon je inschrijven. Dat is echt superleuk. Daar was één workshop en dat was gericht op chronische pijn. En daar hadden ze een soort nieuw soort instrument bedacht om chronische pijn mensen meer te laten inzien hoe je anders kan denken, zeg maar dat omdenken. En dat vond ik heel interessant. Ze noemen dat DIMS en SIMS, de protector meter ook wel genoemd. En dat was eigenlijk heel erg leuk. En dat vond ik zo leuk dat ik er een presentatie over heb gehouden op mijn stage. En moet je even bedenken dat ik op dat moment stage liep in Tiel in het ziekenhuis. En ons team bestond gedeeld uit 21 fysiotherapeuten. Allemaal met hun eigen ervaring natuurlijk. Dus ja, dat vond ik wel een dingetje. Maar ze waren er super enthousiast over. En de psychologen hadden ervan gehoord. Dus ze zeiden, oh, kan je die presentatie ook een keertje bij ons geven? En nou ja, zo kwam van het een kwam het ander. En toen was het zoiets van, nou, we gaan kijken of we dat kunnen implementeren. Helaas was mijn stage toen net afgelopen. Maar nou, het was zeker een mooi opstapje daar naartoe. Dus dat was mijn derde ster. Even voor degenen die het niet gezien hebben. Ik ben begonnen met persoonlijk leiderschap. Vakbekwaamheid in het UMC. Vervolgens internationaal perspectief in de PISA. En nu innovatie en disseminatie bij de chronische pijn. Nou, toen zat ik op het einde van mijn derde jaar. En toen moest ik nog een minor doen. De meeste die lopen een minor in het derde jaar. Maar ik heb mijn minor in het vierde jaar gedaan. Toen ben ik begonnen met de keuzecursus bij Pascal. Didactiek. Ik vond het Siels heb ik natuurlijk al best wel veel lessen gegeven. En ik was toch wel benieuwd of ik dat ook op fysiotherapeutenniveau zou kunnen. Dus tijdens de cursus leer je dan allemaal handvatten. Hoe je bepaalde dingen kan uitleggen, waar je dan in kan veranderen en zo. Vond ik heel erg leuk, zeker uitdagend. Maar daarnaast werd ik gevraagd door de opleiding of ik de student-assistenturen wou coördineren. En dat ben ik gaan doen. Ook in mijn derde jaar was ik zelf al student-assistent. Dus dat betekent dat je bijles geeft aan de eerstejaars. Anatomie dingen uitlegt, kan ook theoretische dingen zijn. Ik heb een aantal mensen geholpen met een case report. En vond ik eigenlijk heel erg leuk. En al met al had ik zoveel dingen tegelijk verzameld. Dat mijn vijfde ster begeleiding en coaching werd. Hier zie je een foto van een lege collegezaal. Ik kon geen foto maken in verband met privacy met de volle collegezaal. Maar ik heb daar een kwartiertje een college gegeven. Voor alle eerstejaars. En dat zat helemaal vol. Dus dat is wel... dat vond ik heel erg leuk. Maar wel heel erg spannend ook. En ook dat was weer een stukje... je moet toch weer even over die drempel heen. Bedoel, als we het in de topklas hebben over uit je comfortzone stappen. Nou, dan heb ik dat wel een aantal keer gedaan. Maar wel, het geeft echt een beetje zo'n kick, zeg maar. Echt. Super tof. Dat was in mijn vierde jaar. In mijn vierde jaar werd ik tevens ook genomineerd voor de Alt van Doornprijs. Samen met Jasper. En dat was echt heel tof, want we waren nog niet eens afgestudeerd. En we stonden daar echt tussen van, oké, het is echt heel erg leuk dat, dat ons werk opvalt. En, maar ook wel een beetje van, waarom ik, zeg maar. Maar heel erg, we hebben uiteraard een minuut gewonnen, want de concurrentie die er was, die had echt nog superleuke dingen gedaan. Maar ik vond het echt een hele eer en echt een toevoeging aan mijn topklas, zeg maar. Dan de laatste. Eigenlijk degene waar ik op dit moment mee bezig ben met mijn presentatie. Met mijn passie, visie en gedrevenheid. Die hang ik bovenaan. Dus uitzicht op mijn raam. Ik woon hiernaast namelijk, dus dat is echt mooi uitzicht. Dat vind ik wel een mooie afsluiting meteen. Wat heeft de topklas bij het meest gebracht? Ik denk dat het heel belangrijk is om
jezelf open te stellen voor dingen, de uitdaging aan te gaan en op die manier er te komen. Ik wil graag nog een filmpje laten zien ter aanvulling. Ik ben namelijk in september weer gestart met mijn sport. Mijn sport is trampolinespringen. En ook dat is nogal een grensverleggende sport. Ik ben geëindigd op een bepaald niveau en ik zit op dit moment op een niveau wat weer daar overheen gaat in een jaar tijd. Dat gaat echt wel leuk. Dat is echt wel leuk. Dus dit is een kort filmpje. Ben je een klein beetje indicatie geweest van, wat is mijn niveau? En aankomende zaterdag sta ik op het Nederlands kampioenschap. Dus dat is wel een van de dingen waar ik denk, yes, daar heb ik echt iets bereikt. Echt leuk. En ja, ook wel gewoon mede door die leiderschapscursus hoe proactief je kan denken. En hoe als je jezelf openstelt voor dingen en grenzen verlegt, hoe ver je lang moet komen. Dat was mijn presentatie.